Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. Ik heb even de eerste deca van de dag. En ik moet zeggen, de droogterreinprogressie gaat echt super lekker de laatste weken sinds ik terug ben van vakantie. Want vanochtend hadden we de laagste weging tot nu toe met 91,9 volgens mij. De eerste keer onder de 92. En daarbij zal ik ook even een fysiek update in beeld laten komen. Waarbij ik naar mijn mening gewoon echt veel vet al ben verloren. Ik denk dat ik naar de 90 kilo ga toewerken en dat ik het dan gewoon prima vind qua vetpercentage. En dan even lekker weer in kracht kan sterker gaan worden en extra kan focussen op spieropbouw. Maar zelfs nu gaat het sterker worden eigenlijk super goed. En ben ik bijna het sterkste wat ik ooit ben geweest. Terwijl ik wel redelijk licht ben voor mijn doen. En dat we uiteraard nog helemaal niet zo lang in de sportscholen kunnen trainen. Dus alleen maar super positieve dingen. En in deze video wil ik in ieder geval een full day of eating laten zien. Waarbij ik 2600 calorieën eet. En daarbij zo'n 160 gram eiwitten ga ik gewoon per maaltijd laten zien. Wat ik eet, wat de calorieën zijn, wat de macro's zijn en natuurlijk het dagtotaal. Dus als je dat zo meteen nou een toffe video vindt, vergeet niet even een like achter te laten. Het begint de video. En ik heb ook nog ander goed nieuws en dat is namelijk dat mijn onderrugblessure echt een heel stuk beter gaat. Ik loop nu zo'n 3 weken denk ik bij de fysio voor mijn onderrug, heb daarbij heel veel stretches gekregen, wat aanvullende oefeningen en de pijn gaat sowieso echt super goed en ik voel het eigenlijk helemaal niet meer. Maar dat was toen ook toen ik zelf rust had genomen, zelf aan het stretchen was en op vakantie was gegaan. Maar nu gaf de fysio aan dat ik de eerste benentraining weer mocht gaan doen met licht gewicht. Dus vanochtend heb ik de eerste benentraining gedaan met de eerste squats, maar wel met lichte gewichten uiteraard en was een redelijk saaie training. Maar ik was al helemaal blij dat het helemaal pijnvrij kon en dat ik vanaf hier weer kan gaan opbouwen. Dus ik heb toch even wat beelden gefilmd, dus die ga ik even laten zien. En ik heb al 1 maaltijd gegeten vandaag en dat was namelijk een eiwitreep die ik net voor de training heb gegeten. Want normaal gesproken ben ik een beetje aan het vasten tot 1 uur of 12 of 1 uur in de middag. Oftewel niet aan het eten, maar ik vind het toch wel belangrijk om iets van eiwitten voor mijn training of iets van eiwitten na mijn training te eten. Reden is dat toch de eiwitsynthese, oftewel hoe goed jouw spieren eiwitten kunnen opnemen om te herstellen, toch het hoogste is in de eerste 3 uur na de training. Dus wat ik altijd doe is toch iets van eiwitten daaromheen eten, zodat ik in ieder geval weet dat mijn herstel optimaal is. En dan is gewoon de volgende maaltijd degene die ik wat verder ga uitstellen en ik toch maar zo'n 200 of 250 calorieën heb gegeten tot 1 uur of 12 of 1, waarna ik gewoon de echte maaltijden ga oppakken. En dit waren wel de laatste eiwitrepen die ik zelf had. Maar gelukkig heb ik 2 nieuwe dozen met allemaal producten waar ook weer eiwitrepen tussen zitten, dus die ga ik even uitpakken en laten zien. En de voorraadkast is weer aangevuld. Met hier aan de zijkant wat nieuwe sportkleding van MyProtein die je hoogstwaarschijnlijk in de volgende workout gaat zien. Daarnaast hebben ze hier van het Vegan Protein Water, wat ik super chill vind in vooral van die warme dagen. Lekker even in de vriezer liggen of gewoon ijskoud en dan is het echt super chill om weg te drinken. Daarnaast heb ik nog 2 van deze hartige snacks, wat dan van die nootje mixen zijn. Lekker zoutig, zo'n 100 calorieën per portie. En dan heb je toch weer even een chille snack als je daar zin in hebt. Voor de rest creatief. Vind ik ook een super chille en belangrijke bij het droogtrainen. Het helpt heel erg met kracht behouden of zelfs met sterker worden. Dus daarbij kan je gewoon elke dag een eetlepeltje of een theelepeltje nemen van zo'n 5 gram. Heb ik hier 2 van die verschillende flavor drops waarbij ik de smaken nog niet eerder heb geprobeerd. Heb ik eentje maple en eentje heb ik kokosnoot. Die doe ik dan gewoon 1 of 2 druppels van door mijn skeer heen. Hebben geen calorieën en krijg je toch weer een stuk lekkerder smaak. Terwijl je dan niet bijvoorbeeld heel veel suikers binnenkrijgt van smaakjes bij kwarken of wat dan ook. Heb ik hier gewoon de protein pancakes die ik zo'n beetje elke dag ga eten. Zou ik dit keer overslaan omdat we toch even wat andere maaltijden willen zien. Heb ik hier nog 1 variant van de whey in de smaak. Vanille ice cream. Ook een smaak die ik nog niet heb geprobeerd. Dus die ga ik vandaag wel even proberen. De standaard smaak vegan protein blend in chocola die we altijd hebben. En nog mijn 2 favoriete protein snacks. Oat bakes en de witte protein brownies. Witte chocola.
En als je nou een bestelling doet bij MyProtein, kan je ook uiteraard mijn code TOM gebruiken voor 36% korting op je hele bestelling. Oké, de middag was iets anders gelopen dan gepland, want we gingen even spontaan ergens in Haarlem even lekker in het zonnetje een broodje eten en heb ik daarbij een broodje gekozen met ei en avocado. En daarbij is het altijd even lastig, want je weet nooit hoeveel calorieën er precies in zitten en ook niet hoeveel eiwit en koolhydraten er precies in zitten. Dus wat ik altijd doe is gewoon de maaltijd opzoeken in een food app die ik dan gebruik met gewoon ei, avocado en andere dingen. En dan zie je een maaltijd waarbij ik denk oké, dat kan wel ongeveer kloppen met de calorieën en de macro's. En wat ik dan wel altijd doe, zodat ik hem een klein beetje overschat. Want ik schat liever te veel calorieën dan te weinig calorieën. Zodat ik in ieder geval niet over mijn caloriedoel heen ga. Dus zelf heb ik voor deze calorieën macro's gekozen voor deze maaltijd. Weet je niet helemaal zeker, maar dan heb je in ieder geval een beetje een schatting waar je mee kan werken. En nogmaals, ik zit er liever iets boven dan iets daaronder. En daarnaast ook even een rondje gelopen door de stad. Sowieso heel erg belangrijk om in ieder geval gewoon de stappen lekker hoog te houden. En daarnaast net ook even een rondje door de stad gelopen om die stappen lekker omhoog te brengen. En ik heb vandaag dus zo'n 7000 stappen ongeveer gezet. En als we dan naar de maand gemiddeld eens kijken, dan zie je dat ik rond de 11.520 stappen per dag ongeveer zit. En ik probeer in ieder geval minstens die 10.000 stappen op een dag te halen, zodat ik gewoon lekker veel verbrand. En daarbij natuurlijk ook gewoon lekker in je energie ook hoog zit. En het zonnetje werkt er natuurlijk ook even lekker bij. Als volgende maaltijd heb ik een smoothie en ik moet zeggen, omdat het echt de laatste tijd weer 24 graden is, zo'n beetje met alleen maar zon, vind ik smoothies echt super chill om te eten en nog wat chiller zelfs dan protein pancakes. Heb ik gewoon wat blauwe bessen gebruikt, wat bevroren. Geeft een beetje wat meer dat milkshake gevoel en vooral met de smaak vanille ice cream ben ik wel heel erg benieuwd hoe dat samen gaat. Ook een beetje spinazie voor wat extra volume en natuurlijk gewoon voor wat extra vitamines. En heb ik een klein beetje L-brand muesli toegevoegd die ook wat hoger zit in vezels en wat lager in suiker. Dus even een kleine taste test naar de nieuwe eiwitpoeder. Ja, dit wordt mijn favoriete eiwitpoeder voor de smoothies. Dus net een beetje een makkelijke maaltijd gegeten met vega burgers, wat groenten en overbroodjes. En hebben we zo meteen nog één laatste snack maaltijd. Dat is namelijk 300 gram skyr om de eiwitten nog even wat extra op te hogen. En daarbij ga ik voor het eerst deze flavor drops proberen. Want ze hebben echt iets van 15 verschillende smaken. Dus ik dacht, ik ga nu een keertje voor kokos. Dus hier zitten natuurlijk geen calorieën in. Ik kan er lekker een beetje een smaakje toevoegen. En ik zal ook even boven het cijfer geven wat ik de smaak geef. Want zo meteen ga ik hem proberen. Dus bij het editen weet ik het namelijk al. En daarbij doe ik ook nog even één banaantje bij deze bak kwark. En komen ook nog even in beeld de calorieën van deze laatste maaltijd. En natuurlijk de totale calorieën van de hele dag met de macro's. Dus als je nou wat aan deze video hebt gehad qua full day of eating, vergeet dan even een like achter te laten. En te abonneren op het kanaal. En dan zie ik je in de volgende video.